Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2022, met een Bliefs natuurlijk. Vandaag staan we met een mooie 6400, staan wij in Apeldoorn. Goedemorgen mensen, u reed vandaag een lege FAM-trein richting Noordwijkerhout. Onderweg zal u in Apeldoorn nog een paar wagons afleveren bij de lokale FAM. Vertrek als het sein veilig is, uw maximumsnelheid is 100 km per uur. Goed, ik haal even van de pauzeknop af. We moeten hier heel eventjes wachten totdat de boel uit vertrek veiliger gaat, zeg maar. En dan kunnen wij over een nieuw stukje rijden. In, hoe heet deze route? De Achterhoek en Twente lijnen. Want de FAM die is namelijk gebouwd, om maar zo te zeggen. En we staan hier nou volgens mij... Ik weet niet waar we precies hier staan te wachten, maar volgens mij staan we hier nu nog niet in Apeldoorn in ieder geval. Maar dat is in ieder geval de bedoeling dat we over de FAM heen gaan rijden. Dus dat is wel leuk op zich. Ik ben even aan het kijken. Ja. Even kijken, ik rijd deze keer zonder RW enhancen. Dus dat is... Ik heb Blooming dus eventjes... Dit is als je Blooming aanzet en dit is als je hem uitzet. Dus we gaan deze keer even zonder RW enhancen rijden. Ik ben op zich wel benieuwd hoe jullie daarop reageren. Met als je een heel scenario ziet zonder RW-enhancen. Anyway, ik denk dat we eventjes hierop moeten gaan wachten. Totdat de... we staan nu in Deventer schijnbaar. En we hebben hier een mooie koploper die naar Den Haag Centraal heen gaat. Ik denk dat we hier voorrang moeten verlenen. En op het moment dat dat klaar is, kunnen wij verder gaan in de richting van... Apeldoorn. En in Apeldoorn gaan we waarschijnlijk ook keren. Dus dat dan we. Mooi. Helemaal goed. Ja, er komt hier nog wat binnen. Mooie dikke goederentrein. Denk ik trouwens niet de bedoeling dat wij voor de koploper gaan, denk ik. Die nou trouwens nu ook weggaat. Laten we eventjes een drive-by doen bij de koploper natuurlijk. Want ik denk dat we achter deze ICM aan moeten gaan rijden op richting Apeldoorn. Wat op zich best wel logisch is, eigenlijk. Doei koploper. Tot de volgende keer dan maar weer. Alright. We gaan dus nu eventjes naar onze eigen trein en dan, zoals het goed is, als de koploper ver genoeg is, krijgen wij groen sein en dan zijn wij vertrek gereed, om het zo te zeggen. Dan mogen wij gaan rijden. Zoals je kunt zien, moeten wij wat wagons afleveren, dan gaan we via Apeldoorn keren en dan gaan wij over de, gaan we over de VSM, gaan wij, FAM, sorry, VSM, FAM. Gaan wij terugrijden. Althans, dat is in ieder geval de bedoeling zodra dit sein uit rode stand komt. En ik denk dat we op zich wel direct kunnen gaan rijden als hij uit rode stand komt. Want, het is, even kijken, we trekken waarschijnlijk niet heel beestig snel op met deze lok die Toon heeft schijnbaar. Hi Toon. Dus, ik denk dat wij die IC wel genoeg voorsprong kunnen geven door gewoon nu weg te gaan. We doen de remmen er vanaf. En dan geven we gewoon vol tractie. Dus kijken of we de bende van plaats krijgen, volgens mij wel. Lijkt het zich prima te gaan met hoe zwaar we het hebben. Oh, er zat ook gewoon FAM op die ketelwagen, of op die container, wat leuk. Maakt ook wel dons mooi geluid, dat moet ik wel even zeggen. FAM Recycling, yes.
Hartstikke mooi. Mooi knipperlichtje. En met onze, ik wou zeggen, onze front zijn er wel aan, maar dat is wel het geval. Onze ATB ook? Onze ATB ook. Die staat nu nog lekker op 40. Zo. Wel even een klein beetje tractie geven. Wel mooi dat je dat gekletter nu achter je hebt. Dat moet ik wel even zeggen. Kijk, zie je, het volgende zijn dus al groen. Dus we mogen echt wel knetersnel rijden wat dat betreft. Dus ja, ik heb er in ieder geval wel, wel zin in. We rijden niet heel vaak met cargo namelijk. Dus ik dacht van, nou, laten we gewoon een keer weer die cargo trein erbij pakken. Nou. Laat even flink wat diesel in de ozonlaag schieten en dan gaan wij op weg naar station Apeldoorn. Let wel, dat kunnen we natuurlijk niet doen met dikke 140 km per uur. Maar dat maakt niet uit. Ik denk ook trouwens dat we strakjes hier moeten gaan zitten, denk ik. Maar dat zien we dan wel. Maar ik denk dat we straks hier moeten gaan zitten. Oh ja, we moeten trouwens wel de hele weg naar dit getik luisteren. Dat is dan wel even een dingetje. Maar ik denk dat we dat wel grotendeels gaan overleven wat dat betreft. Nou, zoals jullie weten, de vorige week hebben wij alle replays gehad van de livestream die we hebben gehad. En nu heb ik op zich weer eens een keer, gaan we eens een keer weer gewoon normaal, straks normaal Train Simulator gaan we doen. Dat is op zich ook wel leuk. En we waren ook benieuwd over hoe jullie allemaal door de storm heen zijn gekomen. Hebben jullie nog een beetje last gehad van de harde wind van vorige week? Want we hadden natuurlijk twee stormen die over Nederland heen trokken. Even kijken, Eugène of zo was volgens mij de laatste. Dat was ook wel de meest heftige die we volgens mij hebben gehad. Gelukkig hier zijn alleen de tankstoelen een beetje door de tuin heen gevlogen. Voor de rest is er niet heel erg veel gebeurd, gelukkig. Ook geen schade aan bepaalde dingen, gelukkig ook niet. Dus dat was wel best wel nice. Je gunt natuurlijk niemand schade, laat ik dat even voorop stellen. Even kijken of we hier eventjes wat... heeft deze... Oh, wacht even. Kijken of hier wat iets van lichtjes is of zo. Ja, nou ja, heel veel maakt het niet uit, maar het is een beetje een luxe die je hebt, om zo te zeggen. Volgens mij komen we natuurlijk ook zo meteen nog een keertje door Twello. Het lijkt me wel leuk om daar even een drive-bytje op te doen, om zo te zeggen. Terwijl wij heel langzaam een beetje optrekken. Nou, op zich is het ook niet... Met zulke zware lading achter je ga je natuurlijk ook niet knetertje snel. Maar we komen zo meteen wel bij Twello in de buurt. Zeggen we ook als we toevallig zo meteen een kruising maken met de ICM. Of een koploper nog trouwens zelfs. Het is een koploper dit. Want dat zit nog in de jaren 90. Ik zit even te kijken, want je hebt die volgens mij ook normaal gesproken... Ja, kijk, daar is die hoor. De welbekende camera die natuurlijk normaal gesproken hier uitkijkt op deze spoorwegovergang. Zoals we hem hier nou precies zien. Zoals, even kijken, hangt die camera... Ja, hij hangt zo wel zo'n beetje hier, hè. Dus, oké, laten we hem ook even hier plaatsen. Mooi scheuren door Twello, hè? Dat is altijd wel leuk.
volgens mij komen we nu niet meer echt langs Stedenheerden of wat dan ook. We gaan nu gewoon in één keer door naar station Apeldoorn. Maar goed, we hebben dus vorige week hebben wij de After Birthday stream erbij gehad. Er zijn ook mensen die hebben wat leuke dingen hebben gewonnen. U zal zometeen met geel knipper, dus 40 km per uur, ondanks dat de ATB niet aangeeft, binnen worden genomen te Apeldoorn. Zorg dat de hele trein binnen de vrijbalken staat, anders kunt u niet omlopen. Oké. U zal zometeen met geel knipper, dus 40, ondanks dat de ATB niet aangeeft, binnen worden genomen te Apeldoorn. Oké. Nou, dan moeten we even rekening mee houden dat we met 40 km per uur Apeldoorn in moeten komen. En dan moeten wij waarschijnlijk kop maken. En dan in de andere richting gaat. Want ja, natuurlijk is de FAM-lijn is nu geïntroduceerd op deze route. Met versie 3.0. Dus ja, ik ben benieuwd wat we allemaal kunnen verwachten. Ik heb zelf nog niet over de FAM gereden. Maar ik ben wel benieuwd wat we kunnen verwachten hierin. Wel een flink gepiep joh, van die ketelwagens achter mij. Ja, van jullie ja. Ook gewoon die piepende wieltjes maakt het wel een klein beetje af wat mij betreft hoor, dat vind ik wel nice. Maar goed, anyway, er waren dus wat mensen die hadden wat, wat prijzen gewonnen. Dat was echt wel leuk eigenlijk. Iemand had Car Mechanic Simulator 2018 gewonnen. Er was iemand die had Metro Simulator gewonnen. Eentje die had Bus Simulator gewonnen. Of Bus Driver Simulator, sorry. En er was iemand die had de, hoe heet dat, de RW Enhancer had die gekregen. Dus dat was op zich ook wel nice. Dat was een mooie giveaway. Maar goed, dat is natuurlijk ook een after birthday stream, dus daar zit een... Maar goed, ik heb je ook gezegd dat ik dit jaar meer wil gaan streamen. En dat gaat mij nog steeds wel redelijk goed af wat dat betreft. De reden dat dit nu ook vaker kan is omdat mijn vriendin nu soms in het weekend moet werken. En als zij dan in het weekend moet werken, dan denk ik wel eens van, nou, dan ga ik lekker Train Simulator op, of ga ik lekker streamen of wat dan ook. Het is wel lekker makkelijk om dat soort te combineren dan, hè. Nou, nog 5 kilometer en dan komen wij aan op station Apeldoorn. Dan moeten wij zeer waarschijnlijk daar afkoppelen, denk ik. En dan eventjes weer aankoppelen later. We gaan natuurlijk niet zonder onze cargo hier lekker weg. Maar goed, we hebben dus, zoals ik al zei, we hebben de storm hebben we al mooi achter onze rug. Dus ik ben ook even benieuwd naar, naar jullie ervaringen met die heftige wind die we hebben gehad. Ik hoop in ieder geval niet al te veel schade voor jullie. Er zijn ook andere dingen gebeurd. Er zijn natuurlijk heel veel bomen zijn vooral omgewaaid. Even kijken wat nog meer. Er zijn bomen omgewaaid. Voor mij zijn de dakpannen die zijn van huizen afgevlogen en dat soort dingen. Dus er waren best nog wel wat dingen die waren gebeurd eigenlijk. Nou, ik heb ook hier nog een paar video's trouwens. Die wij van de livestream hebben. Eén video is toen we van Gouda naar Alphen aan de Rijn reden. Dus die wil ik zo meteen ook natuurlijk even gaan behandelen. We hebben hier geel, dus moeten we even op meespelen. Zo. En natuurlijk... Oh. Even kijken of we zo meteen even gaan remmen. Zo. Oh ja, dit werd zeker bedoeld dat de ATB het vooral niet aangeeft inderdaad, hè. Maakt op zich niet heel veel uit.
Maar natuurlijk ook nog even een bedankje naar mijn tier 3 subscribers. René Gubbels, Rob Janssen, Stefan Dieman. En de Dutch Retro Gamer. Natuurlijk heel erg bedankt voor jullie continue support. Wat uiteraard zeer gewaardeerd. Ting! Wel inderdaad gek dat de ATB nog niet aangeeft dat we eigenlijk 40 moeten rijden. Maar goed, maakt op zich... Oh, nu wel. Oh, misschien had dat wat met het snelheidsbordje te maken. Dat zou heel goed kunnen trouwens. Zo, dit is wel genoeg geremd. Kijken of we nou een beetje de snelheid constant kunnen houden. Dat zou wel mooi zijn. En dan moeten wij naar Apeldoorn spoor 7 moeten wij. En dan wordt het aangeraden om dan zoveel mogelijk door te rijden. Anders kunnen wij niet goed kop maken volgens mij. Maar goed, we hadden dus ook nog de video toen wij op de livestream van Gouda naar Alphen aan de Rijn reden. Eens even kijken. De eerste comment die is van Jesse de Groot. In de omgeving van het Groene Hart staan veel houten elektriciteitspalen. De reden dat ze daar staan, omdat kabels afbreken door de slappe bodem. Vroeger hebben er ook trams gereden tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Bij station Waddinxveen staat een transformatiehuisje op straat. Oh kijk, dankjewel Jesse. Ik weet niet, ben je heel erg wegbekend dan in die in dat gedeelte? Of woon je daar misschien in de buurt? Kom je daar vaak? Ik ben op zich wel eventjes benieuwd. René Gubbels, Bliefje is goed gereden met de Airnet Flirt van station Gouda, of van station, ja, Gouda naar Alphen aan den Rijn. Met als tussenstop station Waddinxveen Triangel Wat, station Waddinxveen Wat, station Waddinxveen Noord Wat, station Boskoop, Boskoop, ja, heel veel, oh ja, Boskoop Snelderwijk was er eentje van, hè. Een hele mooie route, ook voor herhalingsvatbaar. En nogmaals van harte gefeliciteerd met je 30e verjaardag, Bjorn. Hopelijk heb je een leuke dag, ondanks alles. Jazeker! Ik heb zeker wel, ondanks alles, een zeer leuke dag gehad. Maar ik denk dat we het beste kunnen oprijden tot de sein. Zodat de hele bende op het spoor staat. Ja, met behoorlijk veel gekars, geknars en gekrijs. Nou, volgens mij moet het zo wel goed gaan. Ja, dit moet zeker wel goed gaan wat dat betreft. Nou, eventjes hier stoppen. En dan krijgen we waarschijnlijk zometeen een berichtje wat we moeten doen. Dus even kijken, hoe zouden we hier moeten keren eigenlijk? Het kan ook dat we via daar en dan terug moeten. Koppel nu alle wagons af en rijd via spoor 13 en spoor 8, denk aan de handwissels, om naar de andere kant van de trein. Koppel daar alle wagons weer aan. Wacht even, ik maak even een MS. Zo, even een screenshot, hoor. Hoppakee. Oké. Wij staan hier. En hij zegt dus, rij om via spoor 13, dus dat is wel hier, naar spoor 8. Oké, dus we moeten zo. Ja, check. Oké, I get it. Dus wij moeten deze even goed zetten. Zo, nou staan ze goed. Wij koppelen de wagons eventjes af, want dat kan nu namelijk. Even kijken. Doei! Was gezellig. Alright, nu zijn we in ons eentje. Dan gaan we even vooruit. Dat is optrekken natuurlijk veel makkelijker.
gaan in één keer zoveel sneller optrekken, ja, dat is niet normaal. Even kijken, volgens mij moet dit goed zijn. Ja, inderdaad. Nou, we zijn nu op spoor 13. We kunnen al wel vast even de wissels omzetten. Ploink. Zo, nu staat hij op spoor 8. Deze staan, zover ik kan zien, goed. Althans, ik weet alleen niet of ik... U heeft nog geen toezegging om, om de lijn naar de farm op te rijden. Dus zorg ervoor dat, dat je voor het bakbord AN stopt om wederom kop te maken. Oh. Voor mij stond hij zo, dacht ik. Waar is dat AN-bord dan? Oh, dat is dit bord. Oké, daar stoppen wij dan. Oké, we kunnen nu voor nu wel tussen twee haakjes normaal hier naartoe rijden. Het lijkt me wel het beste dat wij dan hier naartoe gaan kruisen, denk ik. Want dit is in de richting van de FAM. Dus ik... Alhoewel... Nee, ik wil dit spoor hebben. Want ik wil dat we hier naartoe gaan. Om dan de wissel weer terug te kunnen nemen. Even kijken. Deze niet. Ja, ik wil dat we hier naartoe gaan. Ik denk dat het zo wel goed moet gaan ongeveer. Als ik het goed heb berekend. Alright. Zo, wij draaien ons eventjes om. Zo, ik weet niet of dit trouwens zo werkt, maar dat zien we dan wel, ja. Nee, dat werkt niet zoals ik het wil. Andere kant op. Mooi. Dan rijden we even om onze vracht heen. Oh, ga niet staan. Wel even oppassen dat ik niet op dat oranje ding ga rijden. Want anders trigger je het scenario namelijk. Kan ik nou terug? I'm not sure. We kunnen het proberen. Mijn wagons staan daar. Ja, we kunnen gewoon terug. Oké, okay, mooi. Terug in de cabine. Deze even uit. Stond die nog gewoon aan? Nee, ik wou net zeggen. Zo, hartstikke mooi. Even terug hier naartoe. Deze weer vooruit. We zijn kamer lekker vooruit. Kom maar op met het hok. Wel mooi geluid hoor, dat gezoem, moet ik wel zeggen hoor. Zo,
zo. Ik denk dat dit wel een goed tempo is. Hartstikke mooi. Aankoppelen. Dat is wel een mooie koppel. Ik heb het niet zo vaak zo mooi gedaan. Vaak was het te snel, maar hier ben ik wel redelijk blij mee. Alright. Hoor je dat het verkeerde lichten, vriend? Dat zijn de verkeerde lichten. Dit zijn de goede lichten, inderdaad. Alright. Laat maar gaan. We mogen alleen nog niet de farmlijn oprijden. We moeten eerst voor het AM-bord moeten we even stoppen. Ja, alleen zijn we helaas nu wel weer super traag, maar dat is op zich niet heel veel aan te doen. Hier moesten we stoppen voor dit bordje. Oh, hi buffel. Zo. We hebben netjes gestopt hier. Ja, klopt inderdaad. Je had altijd zo'n buffel die reed van Apeldoorn naar Zutphen volgens mij elke keer op en neer. Wel geinig op zich dat hij hierin zit. Het zal wel een scenario zijn dat vooral zich in het verleden afspeelt, denk ik. Oh. 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 Verkeerd omgedaan. Ah, oh, crappers. Wacht, ik breng al die wagons eventjes weer terug. Koppel nu alle behalve de voorste 5 wagons weer af. Koppel nu alle behalve de voorste 5 wagonnen weer af. Dan heb ik het scenario een beetje in de war gebracht nu, maar dat snap ik op zich ook wel. Wat moeten we eerst doen? Oké, dit koppelding heeft hij klaar. Oké. Dan moeten wij dus een paar dingen moeten we achterlaten. Even kijken hoor. Dit moeten we allemaal achterlaten volgens mij. Even kijken. Dit is 5-5. Drop off. Dat is deze volgens mij. Maar ze beginnen allemaal met 5-6-6. Maar ik laden eventjes door. Even kijken. Dit ben ik. Dus alleen, ja. Behalve de voorste 5, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Even kijken. Dit is 5-8. En dit is 4-9. Ja, klopt. Dus we moeten dit... Yes, top. Vertrek nu richting de farm. Let op, meerdere handbediende overwegen onderweg. Onderweg, ja. Let tevens op de handwissels ook bij de farm. Oké, nou, we gaan het zien. Zo. Deze zijn nu afgeleverd. Dus we kunnen als het goed is nu ietsje sneller... Ja. Deze kan weg trouwens. Ben ik alleen wel benieuwd wanneer we dan moeten letten op die handwissels. Maar we kunnen dan weer ietsje sneller rijden. Dus we gaan nu officieel de farmroute op, dames en heren.
Oh, wie heeft het zonde aangedaan? Nou, we gaan dus nu even de... Hier moeten we dus op letten, inderdaad. Ik ben wel benieuwd wanneer die spoorbommen echt naar beneden heen gaan. Druk op de knop. Ja, I get that part, maar... Hallo? Misschien moet ik iets dichterbij rijden. Ja. Zo. Ik moest er wat dichterbij rijden voor deze dingen schijnbaar. Om op die knop te kunnen drukken. Oké, mooi. Wij mogen dus nu wel hierdoor. Om nog eventjes verder te gaan met de comments. We hebben ook nog Noah, die zegt dat het een leuke livestream was. Nou, daar doen we het natuurlijk voor, hè? Chris en Edith, sorry, ik ben jouw stream vergeten. Ik wou wel graag live kijken, maar het is niet gelukt. Ik ging wandelen. Ah, niet druk om maken, joh. Zo. Is dat weer zo'n overweg ding? Daar is weer zo'n overweg ding. Oh, die gaat wel direct. Mooi. Ja, eens even kijken. De FAM dus. Want even kijken. De afkorting van FAM. Dat is dus vuilafvoermaatschappij. Ik reed er snel. Zo, een beetje rustig aan doen, hè. En dat is dat was een afvalverwerkingsbedrijf, was dat. Dus dat was. De hoofdvestiging hiervan lag in Drenthe, oftewel in Wijster. Zo heette dat, zeg maar. Het bedrijf was opgericht in 1929... En het oorspronkelijke doel was om vanuit de Randstad naar gebieden met schrale grond en daar te composteren. De compost kon dan worden gebruikt voor bodemverbetering en ontginningsprojecten. In 1999 werd de FAM verkocht aan het toenmalige Eden, of Edon. Sinds 1 januari 2010 is de FAM een onderdeel van Atero, denk ik dat je het zo uitspreekt, Atero. Het voormalige Essence Milieu. Dus dat is daarmee gebeurd. Ook in Neunen, in Noord-Brabant, was een locatie van de FAM gevestigd. Vanaf 1979 ging deze vestiging verder onder de naam RASOP. Regionale afvalwerking Zuidoost-Brabant. En de locatie werd een regionale afvalstortplaats. De stortplaats is onder de naam Landgoed Gulbergen afgedekt met schone aard en gegroeid met gras. Oh, moet hier stoppen trouwens. Met een hoogte van 62 centimeter boven NAP is dit het hoogste punt van Noord-Brabant. Ook wel een leuk dingetje. We moeten hier even langzaam oprijden dus. Want het is hier gewoon zo, de link hiervoor ligt gewoon heel erg, ja... Bingo. Even dus wachten tot het spoorbomen voor ons helemaal naar beneden zijn.
Zeker mooi. Let's go. En dan wijst er op een van de stortbeelden van het FAM-terrein te wijzen, is sinds 2001 een informatiecentrum gevestigd, de Heuvel. Ik snap het niet waarom je denkt dat je zo'n glas van wiel slikt. Lekker vierkante wielen krijg je van jongens, heerlijk. Zo. De heuvel die is afgedekt met schone aard en begroeid met gras is een van de hoogte, is in, met de hoogte van 63 centimeter boven NAP het hoogste punt van Drenthe. In volksmond wordt deze heuvel de Famberg, Col du Fam genoemd. Overigens zijn zowel het Nederlandse woord maatschappij als de Franse vertaling société vrouwelijk, waardoor het eigenlijk Col de la Fam zou moeten zijn. Leuk verhaal, lekker kort. Dit ziet er ook wel geinig uit. Je ziet nog eens een keer wat, of niet? De berg wordt regelmatig gedaan door wielrenners zoals ten tijde van de Ronde van Drenthe. In oktober 2018 zijn er 3 nieuwe klimroutes en een afdaling geopend op deze heuvel. De klimroutes zijn samen 2100 meter lang met een stijging van zo'n 10%. Dat is best wel lang trouwens, hoor. Best wel hard. Even kijken, dit is een Gofia. En hier moeten we zometeen, oh, moeten we straks kop maken. Oh, lachen. De noordelijke klim kent een einde in kasseien tot 15%. In augustus 2020 werd er met 7,3... Oh, chips. Het is niet netjes, hè? Krijg je zo'n ding aan het lezen bent. Vergeet niet dat u de handwissels dient te stellen hier. Nou, bedankt voor de informatie. Ik blijf wel even op de overweg staan voor jou. Wij moeten dus hier naartoe. Bloep. Zo. Even goed zetten deze dingen. Nou ja. We gaan weer verder. Oh. Andere kant op, geintje. Even kijken. De keuze voor dit traject was voornamelijk bepaald door de coronacrisis van dat jaar. Omdat het parcours voor het publiek hermetisch kon worden afgesloten. Deze editie werd dan ook zonder publiek gereden. We hebben wel een stopping point daar. Laten we ons ook even aan proberen te houden. Ietsje verder. Waarschijnlijk moeten we voor die handwissel stoppen, denk ik. Zo, laat maar hier doen. Alright, moeten we hier de bende even afkoppelen. Alles als het goed is, even kijken. Ja, alle 5. Rijd nu door richting Beekbergen om kop te maken. U dient voor het blokbord BN te stoppen. Denk wederom aan de handwissels. Volgens mij staan ze nu wel goed trouwens. Ja, tot aan dat stukje dus. Oké. Okay. Alright. Oh, dit is een gemene plek, joh. Zo. Haha, op tijd. Oh, dit is een onbeveiligde waarschijnlijk.
Let op. Hier eventjes wachten. En waarschijnlijk moeten wij dan hier toch omheen rijden. Dus laten we vast even de handwissels goed zetten. Die. En die. En dan moeten wij doorrijden tot aan... Daar. Oh, we moeten de rest ophalen. Oh, we rijden nu weer terug naar Apeldoorn. Oké, gaan we dat doen. Nou, dan gaan we met deze bende gaan we terug. Met de verlichting uit. Zo. Dank u wel. Even de goede kant op inderdaad. Nee. Ja. Alright, let's go back to Apeldoorn dan maar. En nou niet vol tractie vooruit gaan, gezien we dus niet die overweg vrij hebben volgens mij nu. Zo. Let's go back to Apeldoorn. Even kijken of dat wel klopt wat ik doe. We hebben deze gedaan. Show task. Ja, we moeten echt terug rijden naar Apeldoorn. Oké, nou. Dan doen we dat. Oh, jongen, ik vind het zo gemeen elke keer, hè. Ja, oké, okay, ik heb deze gemist. Never mind. Ik heb deze totaal gemist, sorry. Oh, let op dat hier een snelheidslimiet van 20 geldt. Dit wordt niet aangegeven in de HUD, maar wordt wel verwacht. Dat je dus aanhoudt tot en met het snelheidsbord 40. Tot en met het snelheidsbord 40? Oké. Okay. Ja, dat wist ik serieus niet. Misschien heeft dat wel iets te maken met... I don't know. Wel fijn dat je daar op tijd wordt voor geïnformeerd dan. Zo. Laat nog even lekker rustig oplopen. Wat moeten we doen als we bij Apeldoorn zijn dan eigenlijk? Even kijken. Oh, gewoon alleen aankoppelen, I guess. Oké. Nou, dat is op zich geen probleem. Deze heb ik dan wel gezien. Deze is toch onbewaakt. Ja, wat doe je dan? Zo.
Even weer wachten tot de spoorbomen naar beneden zijn. We hebben trouwens nog een comment hebben we openstaan. Even kijken. Zo, verder. Scania fan Nick, weer goed gereden Björn. Ik heb het traject 1 keer gereden in het echt. Als 2 druppels water lijkt het op elkaar in real life versus de game. Ik moet even de snelheid in de gaten houden trouwens. Zo. Yes, hartstikke mooi. Je zou denken dat deze trein in de kop een dubbele tractiemotoren heeft, maar de tweedelige vleugel heeft alleen een tractiemotor op de bak met de stroom afnemen. Miste het geluid toen ik in de eerste klas zat van de Airnet boemeltje. Ook lag er op de vloerbedekking in de trein. Ook lag er vloerbedekking in de trein. Heerlijk comfortabel gereisd met dit ding. Ik vind het een heerlijke trein en een lekker stukje rust met wat ik af en toe nodig heb. Kijk, dat is in ieder geval wel goed om te weten, toch? Er zal vast hier nog een keer echt zo'n spoorboompje in de buurt zijn. Eetje zegt ook dat het een leuke route is. En Niels Jorritsma zegt ook dat ik leuk gereden heb. Dankjewel. Ik moet hier zo meteen stoppen, denk ik. Typisch G-Box. Ik heb een beetje een probleem met de route. Ik zie alleen maar mijl per uur. En niet kilometer per uur in deze route. Alleen ik heb dat. Oh, dit zijn trouwens automatische overwegen. Of automatische. Dan mis je een trackrule inderdaad, zoals Warsawisk ook aangeeft. Dan mis je inderdaad een trackrule. Dan moet je, als je die installeert, heb je weer een normaal ding. Even kijken. En dan hebben we nog een comment van Nicola. Hey, bliefjes, in het echt stopt de trein al van de rijen aan het einde van het perron. Je hoeft niet vroeg te remmen. Hashtags Waddinxveen Noord. Yes, I know. Het was een beetje overbodige luxe dat ik dat volgens mij deed. En ook niet geheel echt nodig. Dus in ieder geval wel bedankt voor je opmerking, Nicola. Dan kan ik in ieder geval de volgende keer eventueel daarmee rekening houden natuurlijk. Thank God, er zijn ook automatische bomen. Ik voel me heel erg lonely hoor, in dit ding. Ja. Maar het ziet er wel nice uit hier in Apeldoorn. Eerlijk is eerlijk. Ik wil even weer terug naar de cabine wat dat betreft. Zo. Kijk toch wel wat prettiger hoor. Nou, hier moeten we wel zo meteen weer stoppen. Even iets verder oprijden. Ik wou zeggen opruimen, maar oprijden. Ik zie wel inderdaad een bordje 2 staan. Ook hier geldt de snelheidslimiet van 20 km per uur. Houd deze aan tot na de overweg. Oh, nou, dat is dan wel goed geluk wat dat betreft. Wel goed dat je alleen dan op de overweg 20 km per uur mag. En daarna mag je weer 40. Nou ja, maakt op zich niet heel veel uit. Hier moet eventjes weer wachten. Ik weet niet precies waarop, maar we moeten even wachten. Als het goed is, staan de wissels voor spoor 7 nog steeds goed. Ja, mooi.
U zal hier via spoor 8 en spoor 13 kop maken en weer aan de rest van de trein koppelen. Zet de handwissels goed en vertrek richting spoor 13. Spoor 13? Die had ik niet verwacht. Waar kom ik vandaan? Daar. Klik. Volgens mij staat hij nu goed. Ja, hij staat goed. Oké, let's go. En moet je nagaan, ik heb echt niet heel vaak met zo'n 6400 gereden. Dus wel geinig om het een keer te doen. Überhaupt een cargo scenario heb ik heel lang niet gedaan. Wel geinig dat de mensen nu op spoor 8 staan. Waarom zou je? Alleen die alleen de stoomtrein die hier rijdt, heb je daar profijt van. Een stukje doorrijden. Hartstikke mooi. Nou, nu ga ik ervan uit dat wij hier zo meteen kop moeten maken. Even andersom, dank u. Zo. Zo, dank u. Zal ik de handwissel vast even goed zetten? Even kijken, dat is dan denk ik die. Hartstikke mooi. Nou, ik neem maar dat ik nu weer aan moet koppelen. Zo, niet al te snel natuurlijk. Klunk. Zo. Die moeten dan weer... Oh. Een collega zal de trein verder rijden in de richting van Amersfoort. Bedankt. Oh. Nou goed, dames en heren. Dat was dus het einde van het scenario. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van afleveringen wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu iedereen heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.